Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag in de video ga ik weer praten over weet ik veel wat. Ik heb hier het nieuwe onderwerp en die web zat hier helemaal in. Lekker weppen! Ja! En we gaan vandaag weppen en praten over hoe kut het leven eigenlijk is. Want in het leven gebeuren er veel vage dingen zoals jullie weten. We hebben examens, we hebben nog problemen en al. En ja, daarover ga ik jullie vertellen vandaag. Snap je, maar ik ga eerst dan bij een wep. Ik ga vertellen waarom het onderwerp het leven is kut is ofzo. Waarom, ja, je moet depressief zijn deze tijd. Omdat wij hebben examens voor 1,5 weken. En ja, wij gaan waarschijnlijk dood of zo. Dus zoals ik zei in mijn vorige video, mijn vinger is nog altijd beschikbaar om geamputeerd te worden. Dus waag je kans snel, want binnenkort ben ik waarschijnlijk dood door de examens of zo. Ja. Wacht, ik ga eerst een keer mijn ogen niet knippen, zodat het opvalt dat ik al blij ben. Wacht, hè. Waarom is het leven zo moeilijk? Ik wil even zeggen, ja, eventjes vertellen over het leven. Dat vorige shot was gewoon echt, dat was zeker niet scène, dat was gewoon echt de tranen. Dat is gewoon echt verdriet omdat ik depressief ben. Dat is gewoon real shit. Maar ja, oké. Ja. Maar wat gaan we nu vertellen vandaag is over hoe het leven echt is. Dus in het leven moet je niemand vertrouwen, want iedereen is een dikke hoer. Ja, dat kan ook, dat kan ook. Dus ja, wat wil ik eventjes zeggen is, het leven moet maar de haast vertrouwen, want voor je weet, voor je het weet, zeven er mensen rare dingen over het leven. En dan zit je daar zo gefucked. Ah ja, dat... Het leven is ook kut, zo nu ook, ik wil een video maken. En dan is er fucking muziek, die weer heel mijn fucking video vertelt. Ja, eigenlijk echt niet, maar ja, ik krijg hier wel spontaan AIDS. Dat woordje dus. Dan wil ik jullie nog vertellen met mijn halve robotvinger nog altijd. Ja, kijk wat er hiermee is gebeurd. Dat bandje is gewoon helemaal naar de tering gegaan ofzo. Ja, weet ik, ik veel wat me boeit mee. Ik krijg ook geen zak met mijn vinger. Maar wat is er, wat wil ik jullie nog zeggen? Eigenlijk deze video draait eigenlijk om niets. Maar ja, oké, ik ga wel to the point go. Dus dat moet je ook nog nooit doen in je leven, is een wijven geld geven. Ja, dus dat moet je ook nooit vertrouwen. Meisjes en geld, dat is gewoon geen goede combinatie. En we vragen ook niet waar we zijn. We zijn in een random bos. Waarschijnlijk gaan we straks tenen of muggen of al fucking bieten van of gereed worden. Wat? Gereed worden. Dat kan ook wat. We zijn in een klein donker bos. Er is hier een heel bos achter. Why you always lying? Wil een goed leven hebben en niet depressief zijn door examens en al, heb ik nog een goede tip. Stop gewoon met school. Nee, dat is eigenlijk echt geen goede tip. Maar ja. Weet je wat er ook leuk is voor in de video? Konijntjes. Godverdomme, het stinkt hier. Oh, kom, kipje. Tok, tok. Maar ja, wat ik kunnen zeggen als laatste van deze video, er is daar een bosbrand gesticht. Oh ja. En dat zit eigenlijk echt niet goed. Ja. Weet je wat, fuck het gewoon, ik heb geen zin meer. Maar het hele kooi jullie niet in. Nee. Eerst het kant recht. Oh ja. Hey Maxim, ik kan een keer die stok aan je hart steken. Kindjes, ik ga jullie stokken in de hart steken. Ik heb je naar een kamp gemaakt. Maar dat kerst, dit de kamp dat niet in de brand. Doei doei!